Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.470 wil je altijd en overal als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News download. 14 voor 4 middag 37 Hakim Ziyech gaf 3 assists in het duel tussen Ajax en SC Heerenveen, maar krijgt desondanks. Kwart voor 12 s'nachts 39 Feyenoord was op zondag met 2-1 te sterk voor AZ, maar aanvoerder Karim El Ahmadi is bijzonder. 8 voor half 12 s'nachts 50 Het was best een verrassing toen bondscoach Ronald Koeman bekend maakte dat Marco Bizzo van AZ bij de 12 over 11 s'avonds 19 bondscoach Ronald Koeman gooit het duidelijk over een andere boeg dan zijn voorgangers en heeft. 3 over 11 s'avonds 380 Vitesse won een weekje geleden nog van Ajax in Arnhem, maar ging op zondagmiddag met maar liefst. 11 uur s'avonds 25 Gert-Jan Verbeek is niet alleen oefenmeester van het noodlijdende FC Twente, hij verschijnt ook vaak. 12 voor 11 s'avonds 64 waar PSV met 5-0 verloor van Willem II, won Ajax met 4-1 van SC Heerenveen, het gat tussen de beiden. 22 op 31.164 Jens Toornstra was vooral in het afgelopen seizoen zeer aanwezig bij Feyenoord met doelpunten en 9 voor half 11 s'avonds 36 Het blijft opvallend dat de gedoodverfde kampioen van de Eredivisie en waarschijnlijke Champions 12 over 10 s'avonds 65 Hakim Ziyech heeft veel voorstanders, maar eigenlijk net zoveel tegenstanders bij Ajax. In de 10 uur s'avonds 438 Martin Odegaard speelt momenteel op huurbasis voor SC Heerenveen, maar is natuurlijk nog altijd. 11 voor 10 s'avonds 88 Ajax won op zondag van SC Heerenveen, maar vleugelspits Amin Younes heeft zich toch onmogelijk. 21 op 32.438 AZ verloor op zondag van Feyenoord, maar het had ook zomaar anders kunnen lopen, in de eerste helft. 21 op 21.100 oefenmeester Erik ten Hag wilde Amin Younes inbrengen in de wedstrijd tussen Ajax en SC Heerenveen. 21 op 12.241 Matthias Jensen staat in de belangstelling van Ajax en werd op zondagmiddag bekeken door John Steen, 9 uur 's avonds 335.